De in 1958 geboren Pijnikenaar Peter van Velzen is een echte olivierman. Naar eigen zeggen is hij als het ware verwekt op de middenstip die toen nog op de Monnikenweg lag. Peter blikt, al bladerend in zijn fotoboek, terug op zijn prille jeugdjaren in ons dorp en benoemt in dit deel, deel 1, enkele grote veranderingen die sindsdien opgetreden zijn. In deel 2 zullen we aandacht schenken aan zijn periode als profvoetballer. Maar in deze aflevering is volop aandacht voor met name zijn schooljaren. Peter, je bent geboren getogen in Pijnaker. Ja. Dat kan je wel zeggen volgens mij. Ja. Je hebt natuurlijk heel veel veranderingen meegemaakt in ons dorp. Ja. Laten we eens beginnen waar jij geboren bent. Ja, ik ben geboren in het, op de Monnikenweg. Dat lag vroeger net buiten Pijnaker. Tegenwoordig bijna midden in Pijnaker. En dat was voor mij in ieder geval enige grote speeltuin. Hè. We woonden daar in een woonwagen. Met het wereldberoemde weggetje tot het Olivierveld ertussen. Dus ik kon daar de hele dag door voetballen, van alles en nog wat. Om de dag toch een beetje gezellig door te komen. Het voetbalveld van Olivier was ook echt jouw speelterrein. Ja, zeker. En zo kijk ik daar ook op terug. Hè. Dan kan je in allerlei fotootjes kan je dat ook nog wel zien. Dat alles wat ik eigenlijk vanaf de jongste jeugd ben ik wel opgevonden op het voetbalveld. Ja, kijk met bijzonder veel plezier op die periode terug. Ja, en je had ook alle ruimte wat je aangeeft? Alle ruimte om dat te doen wat ik leuk vond. Dat heb ik heel lang vol proberen te houden. En op een gegeven moment lukt dat natuurlijk niet helemaal meer om te blijven doen wat je leuk vindt. Maar over het algemeen is dat aardig gelukt. Dus. En je vertelde bij Olivio, dat is dus echt jouw lust en leven in ieder geval geweest, want het is je jeugd. Is het ook zo dat je daardoor automatisch, omdat er een voetbalveld was, automatisch ben gaan voetballen? Ja, als je zowat op de middenstip verwekt bent, dan zal dat wel ook wel zo'n gevolgen hebben. Ik heb altijd gevoetbald. Maar goed, ja, dat laat die fotootjes wel zien. Hè, van ik kon net lopen. Tot toen ik met de ballen in de weer ging. Ja. Een jaar of 3. Ja, leuk. Ja. En hier sta ik volgens mij nog in mijn broek te poepen ook, tegen de doelpaal dan. Nou, dat verwoordt eigenlijk mijn hele jeugd dit. Dat, meer kan ik er ook niet over vertellen. Dit spreekt voor mij in ieder geval boekdelen. En hieruit is eigenlijk alles wat ik daarna gedaan heb. Heeft ergens wel een link met het voetballen gehad. En dat, dat is hier begonnen. Daar heb ik wat heel veel plezier op terug. Ja, vooral nogmaals. Dat buurtje gaat natuurlijk enorm veranderen nu. Ja. Akkerswoude. Ja. En dat zal betekenen dat je het over een paar jaar ook al helemaal niet meer terug herkent. Nee. Nee. Hij komt er ook niet helemaal graag meer. Ik ben daar nog niet zo lang geleden een keer achter de heg geweest, zal ik maar zeggen, waar onze woonwagen stond. En dan krijg ik toch iets ongemakkelijks met hoe snel het allemaal gegaan is. En wat er allemaal veranderd is en waar het gebleven is. En als ik dan nog een stukje verder de Monnikenweg afrijd, dan ga ik halverwege toch terug. Ja. Ja. Want hij is er niet van opgeknapt, vind ik tenminste. Maar goed. Dus Korea. Korea, ja. Ja. Waar komt die naam eigenlijk vandaan? Geen idee. Nee. Geen idee. Je had wel begin jaren 50 die oorlog in Korea, maar... Nee, ik heb geen idee waar dat vandaan komt. Nooit geweten. Nooit begrepen ook. Nee. Heb jij een van de foto's? Ja. Vond ik mooi dat jij in 1961 als klein ventje al een Zwarte Piet bent. Ja. Nou ja, zo toevallig was dat niet. Want mijn vader was natuurlijk al Sinterklaas. Ik zeg net, ik ben... Mijn vader was al Sinterklaas toen ik er nog niet was. En dat is... ik mocht toen een keer mee als 3-jarige. Maar ik vergeet nooit, dat was bij de familie Burger. Aan het eind van de Oostlaan. Daar kwam dat vandaan. En daar begon die hele verkleedpartij. En dat ging met de trekschuit. Dan moet ik even de foto's opzoeken. Met de trekschuit ging dat... het dorp in. Zwarte Piet gesminkt, terwijl je ook echt nog geloofde in Sinterklaas. Ja. Sinterklaas was ja, mijn vader sminkte me, die kleedde zichzelf onderwijl aan als Sinterklaas. En toen hij klaar was, toen noemde ik hem Sinterklaas. Zo erg heb ik er wel in geloofd.
Als je maar genoeg krijgt, hè, dan geloof je er vooral in. Ja. En je ging ook naar adressen mee? Ja. Ja, en zo heb ik ook meegemaakt dat er op het laatste bij de familie, hoe heette die ook alweer? Van Buren. Dat was het laatste, als het laatste huisbezoek op 5 december. Op de, hoe heette, naar Zoetermeer toe. Dat was een Vlianse weg. En daar hebben ze toen gezegd van, nou, de kinderen geloofden er nog wel, net wel in, net niet in. Dus dan kwamen ze op het idee om, nou, dan bij het laatste huisbezoek te zeggen van, nou, dan sminken we ons ook af aan het eind van het bezoek. Nou, ik heb nog nooit zoveel kinderen zo bang en in paniek gezien als toen ze dat deden. Dus, ja, was ook een bijzondere belevenis, het Zwarte Piet zijn. Is dat voor jou nog steeds een feest wat op bepaalde manier gevierd wordt? Nee, want eigenlijk daarna hebben we eigenlijk thuis nooit meer Sinterklaas gevierd, want ja, hij was altijd Sinterklaas. En niet thuis, zeg maar. Ja. En eenmaal verdergaand, prachtig fotoalbum natuurlijk. Ja. Kijk je het vaak in? Nee. Nee? Dus in dat opzicht is het weer een gelegenheid om dat een beetje door te bladeren. Ja. Ja. Je hebt op de lagere school gezeten in Pijnlijke? Ja. En welke was dat? Johannes School. Een van de twee, zal ik maar zeggen, op de Oostlaan. Ja. Van de school waar de jongens zaten, hè. Lekker dicht bij huis. Lekker dicht bij huis. Daarvoor ook bij de nonnen gezeten. Dat heet nu tegenwoordig heet dat de Drie Heren. Ja. En daar heb ik op de kleuterschool gezeten. Met, nou, in deze periode was dat. Ik heb hier nog wat fotootjes van het carnaval bij de nonnen. En dat, ja. Dat muurtje staat er nog. Ja, ik ben deze kabooi. En Peetje zit ernaast. En wie zijn die anderen dan? Dat was de kabooi, als je dat weet, ja. Tuurlijk. Ja, en er staan er drie met een zak over de harsjes. En Frans de Vries. Ja? Basie Kouwenhoven. Ja, dat was natuurlijk ook een typische oude school, de Johannes School. Met aan de ene kant van de straat de meiden en aan de andere kant de jongens. Tenminste, zo was het ooit bedoeld. Dat heb ik niet meer helemaal meegemaakt hoor. Maar het was ook een klassieke school. Veel hout, lange gang. En aan de ene kant alle lokalen. Dus die veranderingen van de jaren 60 heb jij op die manier meegemaakt? Ja. Ja. En ze hadden voor mij ook wel een stukje, gaat allemaal natuurlijk niet, dat begrijp ik wel, maar een stukje Oostlaan hadden ze wel mogen laten liggen, vind ik. Ja. Als we nou toch allemaal wegen om Pijnlijke heen zijn gaan maken, hadden we misschien de Oostlaan wel kunnen laten liggen. Maar goed, niet gebeurd. Nou is je vader nog gemeenteraadslid geweest? Ja. Was dat in de jaren 70? Ongeveer? Ja, ja. CDA, wat ooit, was dat ooit? KVP allemaal, ja. Daar was hij aanhanger van. Gemeenteraadslid geweest, ja. Zelf ooit de behoefte om iets te gaan doen in de politiek? Nou, het lijkt me geen goede combinatie, zeg maar. Hoezo geen goede combinatie? Nou, ja, je moet heel veel geduld hebben, zeg maar. Dat heb je? Nog steeds niet. Voordat er wat gaat gebeuren waar je denkt van, hey, zit zo hier aan de dijk. Dus nee, dat lijkt me geen, dat kunnen anderen denk ik veel beter. Heel lang en veel praten zonder al te veel te zeggen. Nee. Ja. Je had het over de Fatima-mapen. Ja. De Meidolaan. Ja. Inderdaad, ook niet meer zichtbaar. Nee. Behalve dat je nog wel een soort veldje ziet. Ja. Nou, maar daar heb ik dat veldje, nee. Dat zegt maar niks van die tijd. Nee. Het enige veldje, de hele MAVO-periode is trouwens een beetje langs me heen gegaan. Dat was ook de periode dat ik eigenlijk uiteindelijk weer vertrok. In die zin niet ergens anders ben gaan wonen, maar wel ergens anders ging voetballen. En dat heeft me wel, nou ja, ik was op school en in Rotterdam zat ik bij Sparta. Dus dat Rotterdam maakte toen in die periode in mijn jeugd wel plaats voor Pijnlijke. Dus die hele MAVO-periode is mij niet helemaal bijgebleven hoe dat. En moet ik dat dan zien als het dorpse van Pijnlijke wat zich ging mengen met het stadse leven in Rotterdam? Nou, als jij als 12, 13-jarige de overstap maakt van Pijnlijke naar Rotterdam, dan is dat wel een.
was voor mij wel een verandering in ieder geval. Met een compleet andere mentaliteit, een compleet andere manier van opgroeien als dat ik dat in Pijnaker omheen zag. En ook beleefd heb tot die tijd. Dus dat, dat was wel erg spannend allemaal natuurlijk. En was dat elke dag naar Rotterdam gaan? Ja, ik ging toen, ik was 12. En toen ging je drie keer in de week trainen en een keer spelen met, ik zal het nooit vergeten, met hier met het treintje, het Hofpleinlijntje en dan met bus 38 naar Zwembad West. Daar zat dan Nieuw Vreelust. En daar trainen we. Nou. Bij een zwembad? Nou, dat was aan de overkant van de straat, zo heette de bushalte. Bij een groot groen. Ja. Ja, mooi. Dus dat was, zo is dat een beetje gelopen. Dus de MAVO is een klein beetje, ik heb dat wel afgerond. Ja. Bij de heer van de Besselaar. Bij de heer van de Besselaar, ja. Dan dacht ik nog eerst een voordeeltje uit te halen. Omdat van de Besselaar een vriend was van mijn vader van de toneel. Maar hij zette me de eerste de beste. Hij denkt, voordat jij daar een voordeel uit gaat halen, stuur ik je de eerste de beste wiskundeles ook gewoon weg. Maar dit was dat klasje van de Besselaar. Ja. Kan je wat namen opnoemen? Medeleerlingen? De medeleerlingen. Albert Walt, Rob van der Bulk, Frans Langelaan, Frans de Vries. Rob Hogevorst. En dan houdt het wel een beetje op. Ik stond ook meest op de gang, dus ik ken ze niet allemaal. Stond je meest op de gang, joh? Ja. Zo. Goed, je hebt het afgerond. Ik heb het afgerond, ja. In ieder geval, dat weet ik, heel veel verschillende dingen gedaan. Ja. Qua werkzaamheden. Ja. Uiteenlopend. Ja. Dus in dat opzicht is het... Ja, daar ben ik ook hartstikke blij mee dat dat van links naar rechts gegaan is. En... Met die periode in het betaalde voetbal tussendoor, zeg maar. Ja. En zeker de afwisseling daarin door de jaren heen. Dat is wel erg, heb ik erg leuk gevonden dat dat feest maar weer een andere kant op ging. Heb jij een jeugdcontract gekregen bij Sparta? Nou, toen de tijd kon je vanuit de jeugd speelde je. En dan kon je 2 jaar met het, toen meende dat C-team. En dan kreeg je 2 jaar de gelegenheid om je in het eerste te voetballen. En als je dat niet voor elkaar kreeg, dan viel je af. Ik viel toen ook af. Ik ben daar altijd verdediger geweest. En er kwam een hele goede achter mij. Er stond een hele goede in het eerste. Dus ik heb in die 2 jaar heb ik het niet voor elkaar gekregen om in Sparta 1 te voetballen. Maar goed, uiteindelijk was dat een geluk bij een ongeluk. Omdat toen later, ik ben nog wat later via een achterdeur en een omweg toch weer terug... Maar als aanvaller weer teruggekomen ben ik in het voetballen. En daar heb ik een hele plezierige tijd in beleefd. Ja. Ja. Zeg, in de tussentijd ben je natuurlijk ook wijs geworden in het Rotterdamse. Ja. Op een gegeven moment ga je ook op jezelf wonen. Ja, dat was altijd. Ik heb altijd in Pijnaker gewoond. Ja. Ik woonde aan de Monnikenweg in de woonwagen. Toen zijn wij verhuisd naar het huis waar we nu in zitten met mijn ouders. Toen heb ik een flatje gekocht in de Hortensialaan. Daar is vervolgens mijn broer in gegaan en ik heb thuis van mijn ouders weer gekocht. Daar zit ik nog steeds. Dus ik ben nooit in Pijnaker geweest. Nee, en toen je dan in de Hortensialaan woonde, toen deed je boodschappen bij de Spar? Ja, nou ja, eigenlijk wel. Of tenminste, daar kwamen boodschappen vandaan. Het is een hele aanloper. Ja. Ja. Maar ga verder. Nou ja, ik weet dat niet. Ja, de Spar. Heel veel winkels had je daar toch niet? Nee, die zit hier trouwens ook. Wie? Die zoon van de, hoe heet het, de Spar ook alweer? De Jong. De Jong, ja. Hoe heet hij ook alweer? Ken jij hem? Nee. Een dergelijke familie heb ik natuurlijk niet. Nee, Ferry woont hier. Ferry woont hier, mijn broer woont hier. Allebei 5 minuten. Mijn moeder woont... 10 minuten in het Acaciahof. En dat gaat allemaal goed. Familie Arreveld. Familie Arreveld. Grotere familie. We hebben ook lol aan.
En dat, weinig te mopperen. Maar die Krijwijks? Die zie ik veel minder. Dus ik heb nog, als we elkaar tegen het lijf lopen, dat is prima. Maar het is niet zo dat we de deur plat lopen. Nee, maar doen nergens. Dus. Nou joh, voor de rest gaat het gewoon eigenlijk best met Peet. Dus. Het is allemaal een kwestie van een beetje. Nou, nog een poosje gezond blijven en. Een beetje lol hebben onderweg. Dan is dit de troep. Om er geen zwarte randje omheen te zetten.